Hey, en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Podcast Mentor. Deze aflevering is speciaal voor jou als je heel graag een podcast wil starten en dat graag aankomend kwartaal wil doen. Dus kwartaal 4 van 2023, dan ga jij je podcast starten. Nou, en misschien ben je het al wel een tijdje aan het uitstellen. Misschien had je wel in gedachten: ik ga in 2023 mijn podcast lanceren. Of misschien ben je al zelfs wel langer bezig, dus dat je al eerder dacht: misschien. Vorig jaar of misschien nog wel langer dat je eigenlijk al bezig bent met je podcast, dat je eigenlijk heel graag een podcast wil starten. Maar dat je die dus nog niet gestart bent. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat je het net hebt bedacht, hè? dus net uh, een paar weken geleden of een paar maanden geleden. Dat kan natuurlijk ook. Nou, blijf gewoon lekker luisteren. Als je een podcast wil starten, dan zal je ongetwijfeld weten dat daar wel wat bij komt kijken. Um, en vooral als je er nog niet bekend mee bent, dan kan het best wel overweldigend zijn uh, wat je allemaal moet doen om die podcast online te krijgen. En dingen die ik dan ook vaak hoor van mensen zijn bijvoorbeeld: ja, ik snap niet helemaal hoe het technisch werkt, het is mij te technisch, of ik heb nog geen microfoon, dus ik moet eerst nog kijken welke microfoon ik nodig heb. Ja, en heel veel rond die technische dingen. Dus sommige mensen weten ook nog niet wat een podcast host is. Dat zijn allemaal dingen die mensen tegenhouden om een podcast te gaan starten. En een ander punt is, en die herken jij misschien wel, is dat je graag eerst dingen wil doen voordat je je podcast start. Dus bijvoorbeeld, ik heb het nu te druk, ik wil het eerst wat rustiger krijgen, of ik wil eerst nog een cursus doen, ik wil eerst meer kennis opdoen, uh, ik wil eerst twintig afleveringen opnemen, of ik wil eerst mijn stem verbeteren. Nou, en daar zijn natuurlijk nog heel veel meer van. En weet je, ik kan natuurlijk niet in jouw leven kijken. Ik kan niet zo uh, via de podcast met jouw business meekijken. En misschien is het ook wel zo dat het gewoon echt heel erg druk is op dit moment. En dat je weet, oké, okay, over, weet ik het, drie maanden wordt het echt rustiger. Dan heb ik er wel tijd voor. Dat kan. Maar de kans is ook heel groot dat het een soort excuus is in je hoofd. Want een podcast starten is spannend. Dat is gewoon zo. En dat zal ook blijven totdat je er bent gestart. Um, dus je hoofd verzint allerlei redenen om het niet te hoeven doen. En die redenen zijn voor jou vaak heel logisch. Dat je denkt, ja, maar dit is ook zo, want ik heb het nu gewoon heel erg druk. Of dit is ook zo, want ik moet eerst meer kennis opdoen voordat ik mensen iets kan vertellen. En in dat geval is het goed om te bedenken, is dat echt zo? Want jij hebt al een hele mooie business staan, je weet al hartstikke veel en je kan mensen sowieso helpen met datgene wat jij nu al weet. En als je een podcast hebt, dan kan je natuurlijk altijd nog bijleren. Hè? Ik bedoel, je kan die cursus even goed doen. Je kan even goed aan je stem werken. Maar dat hoeft niet voordat je begint. Het zijn vaak gewoon ja, hele mooie excuses dus om het nog niet te hoeven doen. En dat voelt heel erg veilig, want dat betekent dat je er nu nog niet aan hoeft te werken. Je hoeft er nu nog niet aan te denken, want je hebt eerst nog dit en dit en dit te doen. En die twintig afleveringen die je misschien wel van plan bent om op te nemen... Dat hoeft niet voordat je bent gestart. Neem er gewoon eerst eens eentje op en zet die dan online. Of eerst eens drie en zet die drie dan online. En dan daarna kan je meerdere afleveringen gaan opnemen. Maar je hoeft echt geen twintig afleveringen op te nemen voordat je je podcast publiceert. Dat heeft ook vaak helemaal geen nut. Want dan werk je dus enorm ver vooruit. Dan ben je echt al maanden vooruit aan het werken. En de kans dat jij nog steeds die aflevering die je drie maanden geleden hebt opgenomen online wil zetten is gewoon niet zo groot. Vooral als je net begint met podcasten. Omdat je, naarmate hoe, ja, hoe meer podcast je opneemt... misschien krijg je wel feedback... je wordt er steeds beter in. En een aflevering die ik helemaal in het begin heb opgenomen... die durf ik niet eens meer terug te luisteren. En die zou ik al helemaal niet nu meer plaatsen... omdat ik nu gewoon gegroeid ben in het podcasten. Het gaat me nu veel makkelijker af. Ik weet nu veel beter ja, hoe ik het wil vertellen... wat ik gewoon in die eerste afleveringen niet had. En dat is helemaal niet erg... Want dat is nodig om te groeien. Je moet eerst beginnen. Want zonder dat begin was ik hier nooit geweest. En dat geldt voor jou natuurlijk ook. Je moet ergens beginnen. Je zal niet een perfecte aflevering hebben als eerste aflevering. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zegt: Nou, mijn eerste aflevering was echt mijn beste aflevering. Dat is gewoon niet zo. Je hebt die ervaring ervoor nodig. En je wordt gewoon steeds beter. Dus. Het belangrijkste van podcasten is om gewoon te beginnen. <laughs> en die gedachten die er dus zijn, die, die zeggen van... oh nee, maar we moeten eerst nog dit doen en dit doen en dit doen... en dan pas begin ik een podcast. Die zijn er om jou te beschermen. Dat is je reptiele brein, die wil je altijd veilig houden. Dus nieuwe dingen zijn spannend. En dat reptiele brein zegt, nope, doe maar niet, dit is gevaarlijk. We weten niet wat er gaat gebeuren, dus doe maar niet... En die bedenkt dus allerlei redenen om het niet te hoeven doen. En dat is dus om jou veilig te houden. Dus eigenlijk is het heel erg fijn. Maar in dit geval houdt het je tegen. Het houdt je klein. Het zorgt ervoor dat je het niet gaat doen. Of dat je het enorm lang blijft uitstellen. Dus in dit geval mag je dat reptiele brein heel vriendelijk bedanken. Voor zijn zorgzaamheid. <laughs> maar het toch gewoon lekker gaan doen. Die gedachten die het allemaal geeft, die mag je negeren. En daar kan je later aan werken. Dat komt allemaal later. Maar in eerste instantie is het het belangrijkste om gewoon te starten. Jij wil dus heel graag een podcast en dat heeft een reden. Jij wil graag mensen inspireren. Je wil ze meer vertellen dan alleen uh, hetgeen wat in een social media-post staat. Je wil het inzetten als marketingkanaal. Je wil dat ze jou leren kennen. Dat ze jouw manier van werken leren kennen. En ja, je wil gewoon lekker meegaan met mensen in hun oren om ze op die manier dingen te vertellen. Dus houd dat beeld voor je. Denk eens aan hoe het zou zijn als jij nu zou beginnen met je podcast. Hoe zou je je dan eind december voelen? Wat zou je dan al allemaal neergezet hebben? Hoeveel afleveringen zou je dan hebben? Hoeveel mensen heb je dan al bereikt? Hoeveel uh, keer zijn je afleveringen beluisterd? En wat heeft dat je al gebracht dan? Als je nu zou starten, wat heeft het je eind december al gebracht? Wat heeft het dan al gedaan voor jouw business en voor je. Persoonlijke groei. Denk daar eens aan. Hoe fijn zou het zijn als dit jaar gewoon jouw podcast nog online staat? Als je het dit jaar al kan inzetten als marketingkanaal. En denk dan nu niet, oh, maar dan kan ik ook gewoon in 2024 beginnen. Nee, dan ben je namelijk weer aan het uitstellen. En hoe fijn zou het zijn als je dit jaar nog je podcast hebt? Hou dat gevoel vast en ga aan de hand daarvan lekker aan de slag met jouw eigen podcast. En stel het niet langer uit, want er zitten echt mensen op jou te wachten. En mocht je nou denken, ja, ik wil wel heel erg graag starten uh, en ik ga er echt voor, maar dat technische stukje houdt me tegen. Ik weet niet hoe het werkt. Uh, en dat is de reden waarom je dat uit blijft stellen. Overweeg dan om daar iemand voor in te zetten, hè? want er zijn mensen, ik, <laughs> die dat heel goed weten, die dat elke dag doen, die heel goed weten hoe het werkt en die jou daar gewoon heel erg goed bij kunnen begeleiden. Um, en ja, weet je, je kan denken, ik kan het allemaal zelf uitzoeken. En dat is waarschijnlijk ook zo. Alleen dat gaat je heel veel tijd en energie kosten. En je gaat het maar één keer gebruiken, want je hoeft je podcast maar één keer op te starten. En is het jou de tijd en energie waard om dat allemaal zelf uit te gaan zoeken? Of vind je het gewoon fijn om daar helemaal goed bij begeleid te worden en om zeker te weten dat alles er goed staat en om ook gewoon iemand als sparringspartner te hebben? Uh, ja die jou er gewoon helemaal bij begeleid. nou mocht dat zo zijn, ik heb een pakket, uh, het kickstart pakket, om je hele podcast samen met jou op te starten. en daarin beantwoord ik natuurlijk al je podcastvragen, alle vragen die je hebt mag je aan me stellen. we gaan samen een podcast host uitzoeken en die gaan we ook helemaal, nou ja goed instellen zeg maar. dus we zorgen ervoor dat je podcast host is gekoppeld aan alle Platformen zoals Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Zodat je in het vervolg je podcast alleen nog in de podcasthost hoeft te zetten. En dan zet je het gelijk op alle platformen. We bedenken samen een strategie en een marketingplan voor je podcast. Want ja, je kan wel een podcast beginnen uh, en je afleveringen online zetten. Maar het is ook handig als daar iets achter zit. Dus als je weet waar je naartoe wilt, wat je doel is uh, en hoe je dat ook gaat doen. En ook qua promotie: hè, wat ga je doen aan de promotie ervan? Hoe ga je je netwerk inzetten? Welke mensen ga je interviewen? Wanneer ga je die vragen? Nou, dat dat allemaal helemaal duidelijk is. Dat je gelijk echt een hele goede start hebt van je podcast. En verder help ik je bij het maken van je intro en outro. En edit ik de eerste aflevering alvast voor je. Zodat we die gelijk online kunnen plaatsen. Dus mocht je dat graag willen, stuur me dan even een berichtje of kijk op mijn website. Ik kan je in oktober nog helpen, dus dan staat hij sowieso voor het einde van het jaar online. Uh, dus dat zou natuurlijk echt super fijn zijn en ik help je er echt hartstikke graag bij. En ook als je het wel zelf wil doen, dat kan ook natuurlijk. Maar blijf het niet langer uitstellen en ga gewoon lekker aan de slag, want het is echt hartstikke leuk. Het gaat je hartstikke veel mooie dingen opleveren. Uh, en je moet gewoon even door die start heen. Je moet er even doorheen en daarna gaat het je allemaal mooie dingen opleveren. Nou, mocht je een stok achter de deur nodig hebben, stuur me even een berichtje op Instagram. Ik ben te vinden onder depodcastmentor. Stuur me even een berichtje dat je gaat starten en dan help ik je als reminder dat je ook echt gaat starten. <laughs> en ben ik je stok achter de deur. Dat vind ik hartstikke leuk. Oké, okay, nou, ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende aflevering.